Inmiddels is de ronde verwerkt en we staan nu aan het begin van ronde 2. En we zien hier de resultaten van ronde 1. We zien hier dat we feedback hebben gekregen. We zien de ranking. Als ik iets naar beneden scroll, dan zie ik ons team hier staan. We kunnen nu kijken bij de verschillende grafieken hoe we het gedaan hebben ten opzichte van die startsituatie. Nou, we zien hier dat we een totaal inkomen hebben wat beneden het inkomen ligt van de top 5. En ons resultaat ligt ook beneden de top 5. Dus ja, aan die benchmark kunnen we al zien dat we het best wel beter hadden kunnen doen. Kijken we naar de performance score, dan zien we dat we een aantal van ruim 6000 bezoekers hadden mogen verwachten op basis van onze programmering. We hebben er wat meer gekregen, dus dat is goed. We hebben het wat dat betreft goed gedaan. Wat we wellicht nog wat beter kunnen doen, maar het is in ieder geval beter dan de verwachting. Kijken hoe we nu gescoord hebben op een aantal belangrijke punten. Het bereik van onze doelgroep is 67% geworden. En vanuit een startsituatie van 50% is een mooie verbetering. Als we nou kijken hoe de top 5 het gedaan heeft, dan zien we dat de top 5 het toch wat beter heeft gedaan. Dus daar kan nog wat verbetering plaatsvinden. We hebben hier wel goed gedaan op het diversiteitscriterium en het regionaliteitscriterium. Een diversiteitscriterium had ermee te maken dat een gemeente graag veel verschillende soorten bands ziet in het poppodium. Van verschillende muziekstijlen, verschillende genres. En de regionaliteit, dat had ermee te maken dat de provincie graag een bepaald aantal regionale bandjes ziet. En dat zijn hun voorwaarden voor de subsidie. Oké, kijken we even naar de informatie. Voor de komende ronde, dan zien we hier dat er bepaalde informatie staat. En dat moeten we even goed lezen. En dan weten we wat er voor deze ronde aan ons verwacht wordt. Laten we nog eens verder kijken naar de analyse van de resultaten. En laten we beginnen met de effectiviteit van de marketing. Dan zien we dat de effectiviteit van de marketing naar beneden is gegaan. Het was 100%, is nu 80%. Dus daar moeten we iets aan doen. En ja, in dit geval moeten we dat even goed nalezen in het competitiehandboek. Hoe we dat beter kunnen doen. Kijk naar de efficiëntie, dan zien we dat we dat wel heel erg goed hebben gedaan. En daar ligt het dus in dit geval niet aan. Het imago is ook omhoog gegaan en dat is ook goed. Dat heeft er dus ook voor gezorgd dat we meer bezoekers hebben gekregen dan dat we op basis van de programmering hadden mogen verwachten. Kijken we bij logistiek, dan zien we dat we aantal hadden ingekocht. Aantal frisdranken hebben verkocht en dat we nog een en ander op voorraad houden. Dus we hebben wel genoeg frisdranken gekocht. En zo kan je dat ook voor de anderen bekijken. Hier hadden we ook nog voldoende op voorraad. Dus dat hebben we in ieder geval voldoende gedaan. Personeel. Personeelstevredenheid is omhoog gegaan. Dus dat is positief. En kijken we hier naar de inplanning, nou, dan zien we dat we het goed hebben ingepland. Dus daar zijn we zeker niet de mist in gegaan. Gaan we verder kijken bij financiën. Financiën zien we hier de winst- en verliesrekening. Hier zien we de opbrengsten die er waren uit het ticketverkopen. De opbrengsten van de hapjes en de drankjes. En andere inkomsten die er zoal zijn. We hebben natuurlijk ook de kosten. En alle kosten zie je netjes hier. En als we dat allemaal vergelijken met elkaar, moeten we nog wat rente betalen. Dan komen we op een resultaat van 4000 euro. Nou, dat is niet echt heel veel voor een heel kwartaal. Dus wellicht kunnen we er nog wel verbetering in krijgen. We hebben ook een balans. En dan zien we hier dat onze banksaldo in ieder geval flink omhoog is gegaan. Dus dat is positief. We zien ook dat we wat geld hebben moeten lenen. Maar we zien hier ook dat we nog extra kunnen lenen. We hadden 150.000 euro, hebben wat geleend en houden nog voldoende kredietruimte over. Kijken we hier even naar het resultaat. Nou, dat hebben we verder prima gedaan.
En met de subsidie is het ook verder gegaan zoals we hadden mogen verwachten. Goed, dit was de analyse voor ronde 2. En dan kan je nu dus weer verder met het nemen van de beslissingen voor ronde 2. En dan begin je weer bij de planning van de bands voor het komende kwartaal. Dit was de instructievideo van de spelsite van het poppodium. Mocht je nog vragen hebben, kun je een e-mail zenden naar helpdesk@bizgames.nl.